Minister Robert Penneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de directeuren van alle scholen voor het Instituut voor Middelbaar, Economisch en Administratief Onderwijs, MEAO, hebben gisteren een overeenstemming bereikt over de reorganisatie van het MEAO. De reorganisatie is in samenspraak met de directeuren aangepast. De minister en de MEAO-directeuren hebben afspraken gemaakt over een aangepast reorganisatieplan, waarbij een quotum is vastgesteld over het opstarten van een studierichting. Behalve knelpunten zijn er ook voorstellen besproken, zodat de reorganisatie van de MEAO-scholen vlot kan verlopen. De onderwijsminister heeft met statistieken aangetoond dat scholieren zich niet voor alle niveaus inschrijven en daarom genoodzaakt was tot reorganisatie van het MEAO. De minister zegt dat de reorganisatie niet ervoor mag zorgen dat MEAO-docenten en scholieren in een nadelige positie terechtkomen, waarbij zij gedemotiveerd raken. De bewindsman garandeerde dat alle scholieren een plek krijgen en de leraren hun baan niet zullen verliezen. De bijeenkomst was vruchtbaar, waarbij er open en eerlijk met elkaar is gediscussieerd over de toekomst van de MEAO-scholen. Deze informatie is ontleend aan een persbericht van het Bureau Communicatie en Media van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.